Ananas zelder ijs moot hier om af te vallen, heerlijk. Deze smoothie gemaakt met ananas en selderij is makkelijk te maken en het zorgt er ook voor dat je je vol voelt. De simpele combinatie van deze twee ingrediënten kan helpen om makkelijker gewicht te verliezen en ze hebben beide ook reinigende en geneeskrachtige eigenschappen. Bovenal moet je eraan denken dat je door deze smoothie zelf niet afvalt, maar dat het een aanvulling is op een gezonde levenswijze, die het proces vergemakkelijkt. Het is belangrijk dat je een gezond, gevarieerd en gebalanceerd voedingspatroon hebt, waarbij je ook beweegt. Ben je er klaar voor om het vandaag nog te proberen? We zullen je vertellen hoe je het bereidt en wat het voor je kan doen. Een ananaszelder ijsmoothie is goed voor je figuur. Soms is het makkelijk om overrompeld te raken door de informatie over allerlei wonderdieten die je beloven dat ze je op een magische manier helpen af te vallen. Dat is waarom het belangrijk is om de volgende punten in gedachten te houden. Iedereen heeft een ander lichaam met bijzondere wensen en zijn eigen metabolisme. Dit betekent dat je moet weten wat de meest gezonde en geschikte manieren zijn om gewicht te verliezen volgens jouw eigen behoeften. Gewichtsverlies moet nooit gepaard gaan met jezelf uithongeren. Je moet goed eten om je lichaam geestelijk en lichamelijk gezond te houden. Het natuurlijke ritme van je lichaam respecteren en voldoende beweging krijgen. Je moet gemotiveerd zijn om af te vallen. Het is een goed idee om een programma te volgen met vrienden, zodat je de steun hebt van de mensen om je heen. De ananaszelder ijsmoothie die we vandaag met je willen delen is een geweldige manier om je dag te beginnen en het is ook een goede optie voor de lunch. Je moet ook consequent zijn. Als je deze smoothie 15 tot 20 dagen drinkt, zul je resultaat gaan zien. Ananas en gewichtsverlies. Ananas is een van de populairste vruchten onder mensen die gewicht willen verliezen, maar ook om dat bekende verlangen naar iets zoets te stillen. De smaak, zowel zoet als zuur, past goed bij bijna alles. Ananas is de koningin van de smoothies, natuurlijke sappen en salades. Voedingsdeskundigen raden ook aan om het te combineren met andere gezonde, verzadigende voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld spinazie, walnoten en zalm. Ananas bevat een spijsverteringsenzym met de naam bromelaïne, wat helpt bij het verteren van eiwitten en het omzetten hiervan in aminozuren. Het grootste voordeel van ananas ontstaat als je het op een lege maag eet, waardoor het ontstekingsremmende effect in werking treedt. Het hoge gehalte aan water, vitamine C, antioxidanten en mineralen in ananas, in combinatie met de bromelaïne, maakt het makkelijker om het opgeslagen vet in het lichaam af te breken en te verwijderen. Selderij, het beste diuretische en ontstekingsremmende voedsel. Laat jij selderij in je tuin groeien? Dan heb je een geweldige bron voor je gezondheid. Volgens het tijdschrift Medical News Today is selderij een van de gezondste groenten voor je hart en het bevorderen van gewichtsverlies. Selderij zit vol met fytonutriënten en antioxidanten, die allemaal zorgen voor de spijsvertering, het reinigen van het lichaam en de opname van de voedingsstoffen. Sommige mensen kiezen voor selderij als een snack tussen de maaltijden door om hun honger te stillen.
Het controleert ook de bloeddruk en zorgt voor een goede hoeveelheid vezels. Net zoals het geval is bij ananas, kun je het beste van selderij genieten door het te combineren met andere voedingsmiddelen. Het is heerlijk gemengd met ananas, maar ook als een smoothie met appels en komkommer. Lekker! Selderij is ook een van de meest veelzijdige voedingsmiddelen als het gaat om smoothies. Het is heel verfrissend en heeft een speciale smaak die ervoor zorgt dat je je dag met veel energie, vitamines en mineralen begint. Het recept voor een ananas-selderij smoothie: ingrediënten 400 ml water, 300 gram verse ananas, een selderijstronk, het sap van een halve citroen, 25 gram honing. Bereiding van deze ingrediënten kun je twee smoothies maken. De eerste moet je 's ochtends drinken op een lege maag en de tweede tijdens de lunch. Probeer biologische ananas en selderij te vinden. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat je het maximum aan voordelen uit beide vruchten haalt. De eerste stap is het snijden van de ananas en de selderij. Pers dan het sap uit een halve citroen. Makkelijk, toch? Dan doe je alle hierboven genoemde ingrediënten in de blender of keukenmachine. Laat het een paar seconden mengen totdat je een glad, gelijkmatig sap krijgt. Nu ben je klaar. Geniet van je eerste drankje in de ochtend.